Gezang 287, rond het licht dat leven doet. Het lied staat op een tekst van André Troost en het is verbonden met een 18e eeuwse melodie, Morgenglanz der Ewigkeit. Rond het licht dat leven doet, groeten wij elkaar met vrede. Dat is natuurlijk een prachtige openingszin en je kunt hierbij onmiddellijk denken aan een zondagse kerkdienst. Het licht wordt ontstoken en rond dat licht dat leven doet, beleven wij samen de dienst. Dat is misschien wel het meest universele gebaar dat ons met elkaar verbindt. Licht dat ontstoken wordt en dat verwijst naar eeuwig licht, naar liefde en verbondenheid. En, zegt het lied, rond het boek van Gods verbond noemen wij elkaar bij namen. Roepen wij met hart en mond levenswoorden, ja en amen. We zitten er dus niet anoniem in die kerk, maar we noemen elkaar bij namen. En prachtig, we spreken samen levenswoorden uit. Ik denk dat met dat woord levenswoorden heel diepe menselijke emoties, waarden en ervaringen worden aangeduid. We pogen die in taal te vatten, maar ze reiken veel dieper nog en ze zijn universeel. Vreugde en verdriet, hoop en verwachting, verbondenheid en verwondering. Ik hoop en weet eigenlijk wel zeker dat alle mensen zulke levenswoorden in hun leven ervaren. Of je nu christen noemt, moslim of humanist. Het gaat erom die ervaring waarop zulke levenswoorden betrekking hebben, om die ervaring met elkaar te delen. En soms moet je dan even door een taalbarrière heen of door vooroordelen heen breken. Maar als je daar dan doorheen gebroken bent, dan verbinden die levenswoorden ons juist met elkaar. Kunnen we elkaar begroeten rond het licht dat leven doet. En tenslotte samen ja en amen zeggen. Amen.